Soms moet ik even uit die sluimermodus. Ja. Soms moet ik even fysiek en mentaal diep gaan. Om wakker te worden uit de sluimermodus. Ja, het is hetzelfde als je atletiek doet. En op de atletiekbaan intervaltraining doet. Er is geen reet aan, dat is heel vermoeiend, is irritant. En je loopt er een betere 5 kilometer door. Dus ja, mentale lenigheid vergt wat inspanning. Ja, het verhelderingstraject wat ik faciliteer is niet echt gezellig. Ook niet leuk. Nee, er is ook geen ruimte voor geurkaarsjes. Er is wel ruimte voor vriendelijkheid, voor helderheid, voor onderscheid tussen hoofd en bijzaken. Ja, en je doet het niet fout. En je doet het niet fout, je bent niet schuldig. Maar er wordt wel wat gevraagd. Dus als ik een goede 5 kilometer wil lopen, een goede 5 kilometer straat loop, moet ik naar de atletiekbaan. En moet ik regelmatig interval training doen waarbij de tong met tong op mijn schoenen hangt. En dan mijn hartje denkt, oh god, spat mijn hartje er niet uit van 62 jaar oud. Nou, dat is. Dus als je echt wakker wil worden in je droom, vanuit je sluimermodus, bel me dan. Dan neem ik je mee in mentale lenigheid, middels het verhelderingstraject. En wees niet bang, hè, want het is aangepast aan jouw vermogen. Maar ik vraag je wel om een tandje bij te zetten. Want anders komen we niet uit die sluimermodus. Ik voel me top. Ja, ik ben blij dat ik het gedaan heb. Ja, en nu is het klaar. En nu heel lief zijn voor mezelf. Hè. Heel zacht, heel vriendelijk. Voldoende rust, voldoende eten, voldoende vocht. Nou, dat dus. Ik zie jullie graag. Hoi.